Informatie altijd en overal binnen handbereik. Dat is het iCity-project kort samengevat. Elie Wisniewski, een van de testgebruikers van iCity, geeft een kleine demonstratie. Eens kijken wat hier te doen is. Zo kan je bijvoorbeeld een cultuuragenda raadplegen. Ik krijg een lijst van alle evenementen die vandaag in Hasselt te doen zijn. Eén daarvan is Access en Z33. Dat is een expo over beeld en lichaam. En als je daarop klikt, krijg ik meer informatie over openingsuren en tot wanneer de voorstelling loopt en zo. Het iCity-project is niet alleen handig voor zijn gebruikers, ook bedrijven kunnen hun nieuwste software door 4000 gebruikers laten testen. Zo overweegt Microsoft, het grootste softwarebedrijf ter wereld zelfs, als een software voor handcomputers in Limburg te testen. Als wij geluk hebben en men zou ons selecteren, dan denk ik dat ons op de wereldkaart zetten absoluut niet overdreven is. Dan gaat dat een versnelling betekenen en dan is het de bedoeling en de kunst om onze lokale bedrijven te clusteren, laten samen te werken, zodat wij met Microsoft absoluut een grote stap kunnen vooruitzetten. Maar zelfs zonder Microsoft zijn de mogelijkheden van de handcomputer onbeperkt. Informatie over het filmraadplegen in de cinema of zelfs naar het TVL-nieuws kijken. Het kan allemaal. Ik ben Hilde en dit is mijn hond Caro. Daarmee dat ik hem nog heb, met een hechtel Axel, werd de hond van de familie Beijen gestolen.